Het ministerie van Openbare Werken heeft zwaarwichtige plannen die in 2024 worden uitgewerkt. Zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder deze week bij de presentatie van het jaarverslag van zijn departement. De minister geeft aan dat Suriname nu eindelijk zal overstappen naar afvalscheiding. Eigenlijk 2023 en 2024 zijn de jaren waar de transformatie van het ministerie het hard zal gaan. Eigenlijk hebt u al gezien de ontwikkelingen, laat maar nemen weesmanagement. Dat zijn zwaarwichtige besluiten die de regering heeft genomen. We gaan over tot afvalscheiding, iets waar misschien mensen lang op hadden gewacht. Iets dat al jaren bestaat in andere landen, maar nu ook hier zijn introductie. Dus zwaarwichtige transformaties die komen. Ook het resultaat van een grote project heeft u gezien. Misschien niet allemaal de eerste keer succesvol, maar er zijn wel succesvolle stories. Bijvoorbeeld het Bagge-project. Een van de beste, meest succesvolle. En zo kunnen andere projecten ook. Dus veelbelovend. Die infrastructuur gaat in transformatie. U hebt het met de voorbeelden gezien. En voor 2024 kan ik u zeggen dat het hoofdaccent zal blijven, dat ervaart u zelf ook allemaal, op weginfrastructuur. Is heel belangrijk. Heel veel wegen moeten nog een beurt krijgen. Vooral in de districten moeten de wegen worden verhard. Volgens de bewindsman zijn er ook vorderingen geboekt voor wat betreft de waterhuishouding. Het is nu al te zien dat buurten niet te lang last hebben van water. Dat blijft zitten na regenbuien.